T'as devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Ik voel me zo een beetje een kind in een snoepwinkel. Je mocht zo van alles een keer proeven zo, en dan straks gaan we beslissen wat we het lekkerst vinden. Maar ongelooflijk, dit Jan, het was zo straf. Niet normaal, maar ik dacht dat je ging zeggen, ik voelde me als een kind met een kaleidoscoop. Want je had toch vroeger zo'n ding waar je in keek en dan draaide je en dan veranderden al die patronen zo. En dat is niet normaal, want jullie zien er niet meer uit als mensen of als dansers, maar jullie worden gewoon één organisme. Kijk. Jullie veranderen door de bewegingen steeds van vorm. En het is, ik vergeet bijna dat ik naar dansers zit te kijken. Dat is niet normaal. Ik heb er heel weinig woorden voor. En die zijn ook niet nodig, want iedereen in deze zaal en thuis heeft gezien hoe ongelooflijk goed dit is. En ik kan alleen maar zeggen, de andere crews moeten wel met iets heel bijzonders komen. Willen ze hier aan kunnen tippen in deze ronde. Dus van mij, ja. Ik wou dat ik hoger kon geven, maar dat kan niet. Een 10. Ja, ik heb niemand om te knuffelen, dus Laurien. Wat vooral heel slim is, is dat je werkt met een topshot. En als je onder een topshot staat, zie je eigenlijk gewoon je hoofd. Dus wat je eigenlijk moet doen, is zoveel mogelijk van je lichaam tonen op zoveel mogelijk verschillende manieren. De beste manier om dat te doen is op de grond. Wat niet gemakkelijk is, maar jullie zijn heel goed op de grond. En jullie hebben ook heel eenvoudige pasjes gebruikt om hele mooie vormen te maken. Hij zegt kaleidoscoop, zeg je? Ja, kaleidoscoop. Ik dacht dan zo, weet je, als je nog zo'n dikke computer had en die screenscaver en die gingen dan van... Oh, ja. Maar al die vormen gingen door elkaar, dat vond ik ervan, want het is een beetje hetzelfde. Maar jullie snappen gewoon echt de complexiteit van de eenvoudigheid. Dus als je ziet, bijvoorbeeld heb ik hier een beeld. Dat is een been dat gewoon beweegt. Dat is redelijk simpel wat jullie doen, maar werkt prachtig. Is super creatief en super artistiek. Ik vond jullie fantastisch. Ik geef jullie een 10. Twee tienen. Timor, ben jij ook zo goed met jouw punten? Oh, ja, ik heb heel veel bewondering inderdaad ook voor Jennifer. Want het is nu 22, 23. En al zo'n creative mind. Ze heeft een heel groot inbeeldingsvermogen en creativiteit om te gaan choreograferen en dan gelijk al te weten hoe het eruit gaat zien en hoe effectief het is. Dit was natuurlijk het grootste moment. Dit was echt niet normaal goed. Dit is by far de best uitgevoerde challenge die ik heb gezien in deze competitie. Een 10. Let's go. En natuurlijk zijn ze er heel blij mee, maar het wordt voor mij een beetje saai natuurlijk. Want om hier een gemiddelde van te maken van 3-10 heb je daar natuurlijk zelf ook al kunnen doen. En 10, en kijk eens, dit is niet normaal. Samen met die 19,5 punten van daarnet. Ze zitten echt bijna op het perfecte schema, is ongelooflijk. Hebben ze nu 29,5 punten verzameld. Voorlopig op de eerste plaats, natuurlijk, Oxygen! Een mega, mega dikke 10. Als ze een 11 of een 12 hadden kunnen geven, hadden ze het volgens mij ook gedaan. Ongelooflijk dit. Gefeliciteerd. Ja.